الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. خليفة برودرز اند زوسترز. De kijker naar de toestand van de mensheid. En ik heb het niet alleen over onze toestand als gelovigen, als moslims. Maar we hebben het over de toestand van de mensheid als geheel. Wanneer we ernaar gaan kijken, wanneer we daarop gaan reflecteren, zien wij dat de mensheid afstand heeft genomen van het menselijk pad. Van het rechte pad wat Allah azza wa jalla voor de mensheid heeft gewild. We zien dat de mens van de norm afwijkt. We zien dat de mens de verkeerde afslag neemt. We zien dat de mens steeds meer afstand neemt van datgene wat tot het natuurlijke bestaan van de mens behoort. En dat is iets zorgelijks, geliefde broeders en zusters. Zeker in de context van het onrecht wat nu gaande is. Dat er duizenden mensen worden uitgeroeid en weinig van degenen die daadwerkelijk impact kunnen maken en het kunnen tegen te houden, weinig van hen ondernemen iets. Het blijft bij praatjes. Het blijft enkel en alleen maar een geschreeuw zonder enige betekenis. Ik heb het hier over mensen die bepaalde verantwoordelijkheden dragen. En dat Allah azza wa jalla hen heeft uitgekozen om bepaalde verantwoordelijkheden van de mensen, van de gemeenschap, van de moslims, van de gelovigen op zich te nemen. Dat die mensen niks ondernemen, brengt mij bij een vraag die ik niet zo eenvoudig kan beantwoorden, behalve de Koran rond te bladeren om op zoek te gaan naar een verklaring. Hoe kan een leider, hoe kan een minister, hoe kan een prins, hoe kan een koning, hoe kan wie dan ook, wie een bepaalde machtspositie heeft, hoe kan diegene in slaap vallen, wetende dat onschuldige mensen dag en nacht worden gedood. Kinderen worden letterlijk met de grond gelijk gemaakt. Het is geen metafoor. Letterlijk. Met de grond gelijk gemaakt. Vrouwen die niets hebben misdaan, worden tot weduwe gemaakt. Een heel land, een heel bevolking wordt uitgeroeid. En dan gaat de discussie, is dat wel of geen genocide? Noem het zo als jij wilt, als je maar erkent dat er onrecht gaande is en niet zomaar een onrecht. Onrecht wat wij in de afgelopen, in de recente, moderne geschiedenis niet hebben meegemaakt. Hoe kunnen die mensen in slaap vallen? Dat is mijn vraag. Hoe kunnen die mensen verder gaan met hun leven? Hoe kunnen die mensen niet wakker blijven door nachtmerries van datgene wat ze zelf veroorzaken? Want geloof me, je hoeft niet actief bij te dragen aan een oorlog om een onderdeel van te zijn. Dat je er niks over zegt. Dat je het niet tegenhoudt terwijl je wel die mogelijkheden hebt. En onze landen hebben die mogelijkheden wel. Ze kunnen één dag de kraan dichtgooien en dan gaat iedereen kruipend naar hen komen. Want geld telt en dat is er. Dat is aanwezig, geliefde broeders en zusters. Oliekraan dicht en heel veel gaat er veranderen in de wereld waarin wij leven. Maar dat doen ze niet. Die positie en die mogelijkheid hebben zij, geliefde broeders en zusters. En de vraag die ik mezelf dan stel, hoe kunnen die mensen verder gaan met hun leven, festivals houden, voetbalwedstrijden gaan door, alsof er niets aan de hand is. Terwijl een bevolking, niet van iemand van buitenaf, alsof dat het geval zijn, ze nog steeds relevant en belangrijk zijn, maar het zijn jouw broeders en zusters in de mensheid, in geloof, in taal, in cultuur, in alles wat je maar kunt bedenken. En de Koran geeft daar een heel simpel antwoord op. De Koran zegt, het gaat niet om jouw lichaam, hoe je opgebouwd bent, of welke positie je hebt, of hoeveel geld je hebt. Waar het uiteindelijk om gaat, is hoe het zit met jouw hart. Wanneer je een dode hart hebt, al heb je alle middelen van de wereld, en je ziet alle vormen van leed voor jouw ogen gebeuren, het zal niks bewegen. Het zal jou niet ertoe zetten om iets te ondernemen. Waarom? Omdat het hart wat jouw ledematen aanstuurt, het hart wat jouw manier van denken beïnvloedt, het hart wat jou tot actie verplicht, is dood. Hoe wil je dan in actie komen als het hart dood is? Allah azza wa jalla zegt, O man kana mayyitan fa ahyaynah. Allah azza wa jalla spreekt in termen van dood.
Degene die dood is aan Allah Azzawajalla heeft hem weer tot leven gemaakt. Niet enkel en alleen lichamelijk, maar ook vooral geestelijk. Wanneer duisternis jou onder controle houdt, wanneer duisternis, geliefde broeders en zusters, jou aanstuurt, wanneer begeertes en lusten jou aansturen en enkel en alleen maar één doel voor ogen hebt, en dat is: hoe kan ik meer bezittingen vergaren? Hoe kan ik meer mezelf gaan verrijken? Hoe kan ik rijker worden? Dat is niet een foute vraag. Maar op het moment dat dat jouw enige doel wordt, dan is er sprake van een dode hart. Al zal dat ten koste gaan van kinderen, van het onrecht, van menswaardigheid. Al zal dat ten koste gaan van de rechten van anderen. Al zal dat ten koste gaan van geluk van anderen. Als ik maar zelf daar rijker van word. In alle opzichten. En dat is precies het gedrag wat we vandaag de dag zien. Zolang ze niet aan mijn stoel komen, zolang ze niet aan mijn bezittingen komen, interesseert het mij niet wat ze met anderen in Gaza of in Soedan of waar dan ook. Laten we onze broeders en zusters in Soedan niet vergeten. We hebben het over miljoenen mensen die hun huizen hebben verlaten. Miljoenen. We hebben het over duizenden doden. Niemand spreekt over hen. Niemand spreekt over hen. En dat is ook een verantwoordelijkheid die wij met z'n allen zouden moeten dragen. Vrouwen in Soedan, geliefde broeders en zusters, zijn niet op zoek naar eten en drinken. Vrouwen in Soedan zijn op zoek naar anticonceptiepillen, omdat ze dag en nacht worden verkracht. Is een feit, is een werkelijkheid. Die moslimvrouwen vandaag de dag in Soedan en elders, ook in Syrië en andere plekken, meemaken. Dat gebeurt onder toezicht van al die mensen die de macht en de mogelijkheid hebben om iets te ondernemen. We hebben persoonlijk, als ik voor mezelf mag spreken, we hebben genoeg, maar dan ook genoeg van stoere praatjes. Israël dit, apartheid dit, maar wanneer het naar de praktijk komt, zien we geen enkel resultaat. Wat is een kalb, een hart, geliefde broeders en zusters, waar we afstand van moeten nemen? En we moeten elke weg vermijden die naar dat soort hart leidt. En wat we ook moeten doen, is afstand nemen van elke persoon die dit hart bezit. Hoe machtig die persoon ook is, of hoe rijk die persoon ook is, of hoe bekend die persoon ook is. Volg niemand op social media die zich niet uitspreekt. Volg niemand, geef hem geen podium. Geef geen podium aan iemand die niet opkomt voor rechtvaardigheid. Die positie niet benut om iets positiefs te bewerkstelligen. Geliefde broeders en zusters, dit soort mensen, daar moeten we afstand van nemen, al denk je dat je daar bepaalde voordelen bij hebt. Tweede soort hart, geliefde broeders en zusters, en die gaan we kort opzommen, maar het is een taak van ieder van ons om daarover te reflecteren. Waar kan ik mezelf en mijn hart positioneren? Hoe kan ik dat verder ontwikkelen tot een hart die Allah Azza wa Jalla wenst te krijgen? Niet hij, maar voor ons, subhanahu wa ta'ala. Tweede soort hart is een zieke hart. Het is een hart die gevuld is, alhamdulillah, met het iman. Die nog in Allah Azza wa Jalla gelooft. Die nog een kompas heeft die deels werkt. Maar hier en daar verleid wordt. Hier en daar misleid wordt. Hier en daar de verkeerde afslag neemt. En de profeet alayhi salatu wa salam zegt in het duidelijke hadith: Ala wa inna fil jasadi mudra. Er is een stukje vlees in je lichaam. Iza saluhat, saluha al jasadu kullu. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبِ. Dat kleine stukje vlees in jouw lichaam is bepalend. Bepaalt de gezondheid, jouw mentale gezondheid. Bepaalt ook deels jouw lichamelijke gezondheid. Maar bepaalt vooral jouw spirituele gezondheid. En daarover moet je waken. Zorg ervoor dat elke keer wanneer een laag er bovenop komt, dat je dat meteen verwijdert. Wanneer je merkt, ik voel iets van jaloezie of afgunst, probeer dat te genezen. Wanneer je merkt dat jij haat bezit in jouw hart, dat je niet naar een spreker of naar een imam of naar een buurman of buurvrouw of welke persoon dan ook, dat je niet ernaar luistert om ervan te leren, maar om fouten te ontdekken, om over diegene te roddelen, om diegene in een negatief daglicht te plaatsen, weet dat jouw hart ziek is.
Probeer dat te genezen met dua, met het denken van Allah subhanahu wa ta'ala. En het laatste, geliefde broeders en zusters, is een zuiver hart. En een zuiver hart is niet zomaar iets wat een onderdeel is van jouw bestaan. Een zuiver hart is jouw toegang tot het paradijs. Het zijn niet mijn woorden. Het zijn de woorden van jouw schepper. Allah azza wa jalla zegt in de Koran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. Op de dag dat niets nuttig zou kunnen zijn, al zou je dat willen. Niets is dan op die dag nuttig. Mijl niet, jouw bezittingen niet, in alle vormen van bezittingen die je zou maar kunnen hebben. Wala banun, of je nou 20 of 80 kinderen hebt, niks zal die dag baten. Behalve jouw zuiver hart, zegt Allah azza wa jal. Wanneer je met een zuiver hart naar Allah subhanahu wa ta'ala komt, dan zal hij de poorten van het paradijs voor jou open en de wegen naar het paradijs voor jou vergemakkelijken. En ik sluit af met een verhaal van een metgezel die binnenkwam in een gezelschap van de profeet alayhi salatu wassalam, zoals we vandaag in de moskee zitten. En daarvoor zei de profeet iets heel moois. Hij zei, er gaat iemand binnenkomen. Zometeen gaat er iemand binnenkomen die tot de bewoners van het paradijs behoort. Als we daarover gaan nadenken, dat de profeet deze persoon een ticket geeft naar het paradijs. Deze persoon die nu binnenkomt, behoort tot de bewoners van het paradijs. En die eerste dag kwam er iemand binnen met wat druppels water op zijn buik. En kwam de moskee binnen. De tweede dag, de derde dag, precies dezelfde woorden en dezelfde persoon die binnenkwam. Een van de metgezellen was nieuwsgierig. En hij bedacht een omweg. Om van die persoon te leren, want dat is iemand die het paradijs heeft verdiend. Misschien kan ik van hem leren om dat niveau ook te bereiken. En hij zei tegen hem, ik heb wat problemen, ik heb wat dingetjes in mijn persoonlijke leven. Zou ik 1 of 2 of 3 nachten met jou kunnen doorbrengen? En in de Arabische traditie was 3 dagen een bezoek verwelkomen een standaard. Je mag een bezoek niet wegsturen binnen die 3 dagen. Iedere persoon die bij jou aanklopt voor eten en drinken en onderdak, zou je dat moeten geven. En moslims hebben daaraan vastgehouden omdat het een nobele zaak is. Dus hij heeft hem 3 dagen in zijn huis genomen en die persoon bewonderde zijn manier van leven. Hij zegt, je doet niet iets heel speciaals. Het is niet zo dat je de hele nacht doorbrengt in gebed, wat ik niet doe. Of dat jij de hele dag vast. Wat doe je waardoor je deze positie van de profeet alayhi salatu wassalam hebt gekregen? En niet erom hebt gevraagd. De profeet heeft het zelf gezegd. Hij zei, ik doe niks behalve van wat je ziet. Behalve wanneer ik mijn bed induik. Ik zorg ervoor dat mijn hart zuiver blijft. Dat in dat hart niets van jaloezie, afgunst, haat of wrok voor wie dan ook achterblijft in mijn hart. Ik probeer elke nacht mijn hart zuiver te houden. En hij zei tegen hem, dit is het. Dit is het waarmee je de positie hebt bereikt. Mocht Allah azza wa jalla ons van een zuiver hart voorzien. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala ons van kracht en wijsheid voorzien om het maximale uit het leven te halen. Qulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafur ar-rahim. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubarakan marhuma waj'al tafarruqana tafarruqan saliman muwaffaqan min ash-sharri ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma wa ajirna Allahumma min an-nari bi'afwik wa adkhilna al-jannata bi rahmatik ya 'aziz ya ghaffar.